Dan, voorzitter, Aruba. Ik heb in de brief van de staatssecretaris gelezen dat er nog geen akkoord is bereikt over de Rijkswet. En voorzitter, het geduld van de VVD begint inmiddels echt op te raken. En eerlijk gezegd neemt de irritatie hierover ook toe. Zeker als ik alle uitspraken van de minister-president daarover lees. En dan bedoel ik de minister-president van Aruba in dit geval. Laat ik hier heel helder in zijn, voorzitter. Wat de VVD betreft heeft het regelen van goed toezicht middels een Rijkswet een één-op-één relatie met deze discussie over het verlengen van de leningen. Dat hebben we ook eerder gezegd en hebben we ook een motie over ingediend met collega Van den Berg. Ik heb de staatssecretaris horen zeggen dat dit ook voor haar randvoorwaardelijk is. Maar toch nog even dubbelchecken of dit echt een harde toezegging is. Want er wordt nog wel eens geschoven op dit dossier. En als ik de berichten in het Antilliaans Dagblad mag geloven, dan zou er toch al een soort hybride oplossing aanstaande zijn. En ik ben toch wel heel nieuwsgierig hoe dat er gaat uitzien. Kan de staatssecretaris daar wat over toelichten? En wat is volgens de staatssecretaris minimaal nodig in de Rijkswet om tot een lager rentepercentage voor Aruba te komen? En op welke wijze wordt de Kamer daar dan bij betrokken? Voorzitter, ik ben hier zo streng op en dat is niet omdat de VVD nou al graag streng wil zijn of dat we al die vinkjes graag willen zeggen. Maar omdat ik er echt in geloof dat die hervormingen essentieel zijn ook voor de mensen in de landen zelf. Want alleen door die hervormingen zal er duurzaam ruimte komen voor die economieën om te ontwikkelen en om verder te groeien. Daar zit mijn zorg. Dat is waarom ik hierop inzet. En ik moet er dan toch al bij van het hart. Ik hoor alder over een Rijkswet, een instrument, Rijkswet, dat het allemaal zou zijn. Dat het opgelegd zou zijn vanuit Nederland. En dat wil ik toch wel verder van me werpen. Ik heb dat eerder gezegd en ik vind het echt jammer dat we een consensus Rijkswet, wat volgens mij een heel goed vehicle is om het juist samen te doen, waarin je met elkaar gezamenlijk afspraken maakt, wat heel gebruikelijk is in een samenwerkingsverband, zeker in een volwassen samenwerkingsverband, dat dat nu toch dreigt te verworden tot een instrument van wie is de baas. En dat vind ik echt betreurenswaardig. Dat wil ik toch ook hier nog maar eens gezegd. Echte hervormingen essentieel zijn om die herfinanciering te accorderen. Een goed plan daartoe. Hervormingen die de landen weerbaarder maken en zorgen dat niet alleen een kleine bovenlaag met family and friends het goed heeft, maar dat iedereen op de eilanden meer welvaart krijgt. En daarvoor, voorzitter, is uiteraard degelijk financieel toezicht nodig. Zoals ooit een collega van mij zei, de mens is geneigd tot het goede, maar het helpt als er een paar ogen meekijken. En daarover hebben wij met name gesproken in juni. En het CDA heeft toen een motie van de VVD meegetekend met betrekking tot het financieel toezicht. En de VVD heeft een motie van het CDA meegetekend met als dictum: bij het bepalen van de aflossingscapaciteit van de landen meerjarige financiële en begrotingseffecten van de hervormingen mee te wegen. Dus wij willen daar ook wat flexibiliteit in geven als er goede stappen worden genomen. Voorzitter, we hebben zelfs al een paar keer gezegd dat als er echt succesvolle hervormingen goed van de grond komen, die ook echt, degelijk zijn en ook wat voorstellen, wij ook bereid zijn om een stukje van de leningen kwijt te schelden. Maar daarbij geldt wel, eerst zien, dan geloven, the proof of the pudding is in the eating. Voorzitter, in dat kader een brief die niet op de agenda staat, maar voor ons wel van belang is, is de brief van 31 augustus over de uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over het eerste half jaar. Voorzitter, Aruba heeft nog steeds geen financieel toezicht conform de Rijkswet, zoals dat wel voor Sint Maarten en Curaçao is geregeld. En mevrouw Kamminga heeft, denk ik, onze ergernis daarover al naar voren gebracht. Maar als we naar de kleurencodes kijken, is dat heel veel groen en wat geel. En ze voor ons toch een serieuze start gemaakt met de noodzakelijke acties. De lening zelf, zoals die er nu uitziet, we vinden het goed dat de leningen die op 10 oktober aanstaan zouden aflopen, nu geherfinancierd worden. Zodat niet ineens meer dan 1 miljard euro volgende maand in één keer terugbetaald zou hoeven te worden. Al in maart dit jaar spraken de landen hun zorgen hierover uit. De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten waarschuwde zelfs dat er problemen zouden kunnen ontstaan. Waarom is daar toen niet naar geluisterd? Wat is met deze signalen gedaan? De nieuwe afspraken die Nederland nu maakt met Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn per land verschillend. Dit betekent dat de rentepercentages ook nogal uiteenlopen. Voor Curaçao en Sint Maarten kunnen, als de afspraken die zijn gemaakt definitief worden, de leningen tegen een percentage van 3,1% opnieuw worden gefinancierd. Voor Aruba geldt dat er nog gesproken wordt over een Rijkswet financieel toezicht en dat zolang die er niet is, er wordt uitgegaan van een percentage van 6-8%. Dat is fors hoger. Deze situatie vind ik zorgelijk omdat er dus kennelijk geen overeenstemming is. De staatssecretaris
schrijft in haar brief dat de regering van Aruba in overleg is met de IMF en dat zij mogelijk toch willen spreken over een rijkswet. Graag een laatste stand van zaken van de staatssecretaris, ook omdat we deze wijzigingen, vrij snel behandelen. En ik zou het fijn vinden dat we die informatie gauw zouden kunnen krijgen. Dan, voorzitter, hebben wij zorgen over de effecten van de herfinanciering van de leningen voor de financiële positie van de landen en voor de gevolgen daarvan van de inwoners. Zijn de afspraken wel voldoende in overeenstemming met de financiële draagkracht van de landen? Ik vond het interruptiedebatje daar juist interessant over, want dat is wel een zorg die wij hebben. De staatssecretaris schrijft zelf in haar brief aan de Kamer dat het herfinancieringsaanbod niet het voor de landen meest gunstige aanbod is en dat er mogelijk nog wijzigingen kunnen plaatsvinden als aan de Nederlandse voorwaarden wordt voldaan. Daarbij schrijft de staatssecretaris expliciet dat we de aflossingsschema's later mogelijk kunnen aanpassen aan de financiële draagkracht. Begrijp ik daaruit goed dat de herfinanciering die nu wordt aangeboden niet goed is afgestemd op de draagkracht? En wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan? Zou dat juist niet bij voorbaat de beste optie zijn om te kijken naar wat gedraagd kan worden en niet achteraf te kijken wat misschien beter mogelijk had kunnen zijn? En zo vraag ik de staatssecretaris, creëren we dan nu niet zelf een waarschijnlijk scenario dat de leningen en de voorwaarden negatieve invloed hebben op de financiële, economische en sociale situatie op de eilanden, omdat we dan over een aantal jaar moeten constateren dat de aflossingen te hoog zijn. Met alle negatieve gevolgen voor de inwoners van de eilanden, waarvan velen al in moeilijke financiële situaties. Voor Aruba ben ik benieuwd wat de stand van zaken rond de raft is en of er inderdaad nog sprake is van consensus. En op welke wijze de adviezen van de IMF over draagkracht en schuldenlast zullen worden betrokken in de uiteindelijke afspraken over de herfinanciering als er geen overeenstemming komt over een rijkswet. Is het bijvoorbeeld verantwoord een hoge rente van 8% te hanteren voor een lange looptijd, als dit de schuldenquote hoog en dus ver boven de 60% houdt, waardoor sociaal-economische versterking met kritieke langjarige investeringen uitblijven? Vindt de staatssecretaris dit vanuit de Nederlandse zijde inderdaad een verantwoord en juist beleid? In het technische briefing hebben we net natuurlijk gehoord dat er nieuwe voorstellen op tafel liggen. En hoe zet de staatssecretaris dus de gesprekken voort? En kan ze nog iets beter uitleggen wat ze dan bedoelt met tussen de 6% en 8% en 5% rente in relatie tot de herfinancieringsafspraken voor Aruba? Dat was nog niet helemaal helder voor mij.